Hey, hoe is Gucci? Wacht, het gaat helemaal niet zo Gucci. Want, oké, ik ga jullie een paar dingen vertellen waarom het niet zo lekker loopt, niet zo lekker gaat. Oké, als allereerste gaat het gewoon puur, ja, het gewoon een beetje met mijn volgers. Waar ik denk, sommige dingen, dat ik denk van wow. Oké. Andere dingen is gewoon mezelf, mijn eigen gedachtes. En, ja. Dus ik ga gewoon lekker weer alles vertellen. Oké, als allereerste zijn een paar dingen wat ik gewoon, ja. Dat haalt gewoon soms dat ik denk van, hoe kan je zo zijn? Oké, ja. We gaan beginnen. De 12 februari was het jaar. Ja, mijn Snapchat stories worden nu 70.000 keer bekeken. 70.000 keer is pretty best wel heel erg veel, vind ik. 70.000, hè? Niet dat ik dat erg vind of zo. Dat vind ik best wel hard. Gewoon 70.000 keer wordt mijn Snapchat bekeken. Maar ja, ik zet in de Snapchat story van ik ben jarig, maar ook gewoon op mijn Insta. Dus ja, weet je, maar ik ben iemand wat die gewoon graag op iedereen iets gewoon reageert, als het kan. Maar ja, als ik 70.000 mensen heb die op mij reageren, nou, ik bedoel niet reageren, het bekijken, nou, ik denk dat dan 10.000 daarvan of zo reageert, dan ik kan niet op iedereen terug reageren. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon zo op bijna iedereen reageren, gewoon even gewoon met een hartje of iets. Jullie geven mij wat, ik geef jullie wat terug. Jullie geven mij happy birthday, ik reageer snel met een hartje. Klaar, dat vind ik eerlijk, dat is toch goed. Eindstand, ik krijg allemaal reacties van mensen. Ja, oké, let op, ja. Ik krijg allemaal reacties van mensen die gaan dan erop invragen. Maar ja, ik heb geen tijd om er helemaal op in te gaan. Dus iemand vroeg ook weer geworden. Dus ik dacht, oh, weet je, ik kan dat gewoon snel allemaal beantwoorden. Ik zo, 19 jaar, dit, dat. Maar dan willen ze gewoon een heel gesprek met me aan. Oké, ik doe mijn best. Maar als ik dan niet alles kan reageren, sorry hoor daarvoor. Wat zeggen mensen? Ja, je bent echt high class, dit, dat. Je bent high class, want je reageert zo kort af. Dus ik zeg dan tegen hun van, ja, weet je, sorry, maar mijn Snapchat en zo, ik heb het heel druk. En dan worden jullie boos op mij. Oké, sorry, ik doe mijn best om op iedereen te reageren, op Instagram, op alles. Waarom, snap je, dat vind ik gewoon een beetje jammer, want er zijn YouTubers en mensen die gewoon op niemand reageren. Kijk, als jullie willen dat, dan reageer ik op niemand. Maar ik vind juist leuk om jullie te reageren. Ik wil ook juist jullie helpen, want als jullie problemen hebben, de meeste help ik gewoon. Dus ja, dat vond ik een beetje jammer, man. Want ik zat sowieso zelf al niet helemaal lekker in mijn vel. En dat zagen de meeste kijkers ook al. Want ik was net gestopt met mijn psycholoog. Want ja, weet je, na alles wat bij mij is gebeurd. En ik ben nog steeds een beetje soms in de war. En dan ben ik eindelijk klaar met mijn psycholoog. Denkt iedereen van, ai. Deze man heeft gewoon weer, hij zit er lekker in zijn vel. Maar ondertussen, ik heb deze afgelopen dag, ik kan gewoon niet slapen en zo. En ik voel me echt down, echt die halve depressie shit komt weer omhoog. Maar weet je, ik ben er nu wel goed mee omgegaan, ik kan er wel gewoon mee omgaan. Ik ben nu ook gewoon, hoe zeg je dat? Ben je panda, ik ben altijd blij, altijd druk. Ik snap er gewoon niet echt een nut meer van, want zoals dit, ik doe mijn best. En dan krijg je gezeik terug. Net zoals, ik ben lekker nu bezig. Ik hou van muziek maken. Ik vind het zo leuk. Ik wil dat vanaf kleins af aan altijd al doen. En nu heb ik eigenlijk gewoon, want ik ben altijd een beetje gewoon verlegen met YouTube en zo. Vond ik altijd eng. En nu gaat het goed. Maar met muziek maken is weer een heel nieuw ding. Dus ik moet nog helemaal onderzoeken en vinden hoe dat gaat. En als mensen alleen maar, bijna niemand. Maar ik vind het altijd gewoon dom. Maar mensen zeggen van, ja, waarom moet ineens iedereen nu muziek maken? Kijk, is toch juist leuk? Laat iemand zijn ding doen. Snap je? Als jij een fanaccount bent, ga ik toch ook niet janken van waarom moet iedereen ineens een fanaccount hebben? Support dat, support mensen die iets creatiefs willen doen. Dat is juist leuk. Oké, ik wil nog wat dingen kwijt, want ja, het is gewoon, ik was even de weg een beetje kwijt. Maar je panda is weer back, je panda heeft straks vakantie en je panda heeft zoveel video's, ideeën. Maar dan moet jullie support ook weer even goed zijn. Dus jongens, druk allemaal op een belletje. Want als je op een belletje drukt, krijg je een notificatie als ik een video upload. Dus iedereen nu op een belletje drukken. Ik ga gewoon video's maken waar ik ook echt zin in heb. Ik ben nu al helemaal, ik zeg dat, hyped om het te gaan maken. Dus ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. En ja, jullie met je leuke kopjes, dan zie ik jou met je leuke kopje natuurlijk. Gewoon, ik denk in deze vakantie dat ik wel een extra video online gooi. Dus weet je, ben jij bezig met muziek? Ik wil misschien ook wel een serie maken dat ik daarop ga reageren. Dus ben jij bezig met muziek? Weet je, stuur die dingen allemaal naar me toe. Maak jij dingen? Doe jij iets wat je leuk vindt? Ik ben gewoon benieuwd. Ik wil alles zien. Ik wil alles zien.